Een man, 59, die zondagmiddag rond 16:45 middags van een dak aan de Levilaan in Eindhoven viel, is overleden. De man was een dakkapel aan het schoonmaken aan de achterkant van zijn woning. Daarvoor had hij een balk op het dak gelegd, de balk schoof weg, waarna de man vanaf een hoogte van 6 meter naar beneden viel, hij kwam op zijn hoofd terecht, brandweer. Politie en twee ambulances kwamen ter plaatse, ook werd een traumahelikopter opgeroepen, de hulpdiensten reanimeerden het slachtoffer ter plaatse. Waarna hij onder begeleiding van een traumaarts met ernstig hoofdletsel naar het ziekenhuis in Tilburg werd gebracht, omstreeks 7 uur 's avonds werd bekend dat de man zijn val niet had overleefd.